heeft een grote brand gewoed bij een tankstation in Zutphen. Het gaat om tankstation De Haan aan de Warnsveldseweg. Er is 1 persoon gewond geraakt en ook was er explosiegevaar. Achter ons zie je een incident bij een tankstation. Een ongelukkig incident. Iemand met een camper wilde de gasflessen in die camper vullen bij een tankstation. Nou, ik denk dat iedereen voor zichzelf wel na kan gaan dat dat geen handige actie is. Daar is de tankstation niet voor bedoeld. Er hangen ook bordjes dat het verboden is om losse gasflessen te vullen. Die waarschuwingen zijn genegeerd. De aansluitingen kloppen ook niet. En bij het vullen is gas ontsnapt rondom die camper. En nou wil dat het toeval dat in die camper een koelkastje aanstaat. En die koelkastjes in zo'n camper die werken op gas. En dat heeft een waakvlammetje. En door dat waakvlammetje is het gas tot ontbranding gekomen. En min of meer ontploft. En daardoor is de camper in brand gevlogen met alle gevolgen van dien. Vertel, wat heb je gezien? Nou, ik kom vanmorgen hier aan en David, dat is de manager, dat is vriend van mij. Die vertelde dat de tankstation in de fik stond. Ja, en wij staan nu te wachten wat er gaat gebeuren. Schrokken? Ja, zeker man. Zeker, ja. Ja, ik ben regelmatig hier. Ik tank hier regelmatig. En het is jammer wat je nu ziet.